net aangekomen in Amsterdam. En dan gaan we in de koffiebranderij gaan we wat dingen testen met Milou Savokou. En Milou die doet mee aan de Entree Best Barista Award. En de Liqueur 43 koffiewedstrijd. Dan gaan we wat receptjes proberen en zorgen dat Milou in de finale komt en die wedstrijden mee naar huis neemt. Yeah, going for it. 1, 2, 3. En Milou, ben je er klaar voor? Ja. We staan op Gastvrij Rotterdam. En Milou gaat zo meedoen aan de Entree Best Barista Award. I'm ready to rumble! En hoe ging dat nou? Oh, het was vrij moeilijk. En voor de rest heb ik wel alle goede koffietjes in de goede kopjes. Ik heb lol gehad, ik heb genoten. Dus nu is het gewoon afgelopen en meer kan ik niet meer doen. Ja, 3 minuten lopen. In Spanje, de most passionate barista 2018 is geworden. Milou! Kijk wat er deze week gebeurde. Deze week heeft dus Milou Savokou meegedaan aan 2 wedstrijden. De Liqueur 43 Most Passionate Barista Challenge en de Entree Best Barista Award 2018. Heeft ze gedaan met de koffie van Leonardo Muñoz uit Colombia, het kleine plaatsje Genova. Ik heb Leonardo ook nog gesproken. Leonardo heeft nog een filmpje ingesproken voor Milou om er veel succes te wensen. Milou die heeft dus de Liqueur 43 wedstrijd gewonnen. Dus dan is ze eerste geworden. En bij de Entree Best Barista Award zat ze in de top 3. Of zit ze in de top 3. En de uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt op 26 november. Tijdens de Entree Magazine Award Show. In studio 21 uit mijn hoofd. Maar echt te gek. Onwijs trots dat ik er ook deel van heb uit mogen maken met Ikigai Coffee. En Milou, echt fantastisch wat je hebt gedaan. Echt heel veel respect voor je. Yeah.